Jen, het deadstock dilemma. Daar gaan we het vanavond over hebben. Welkom bij deze livecast van Pakhuis de Zwijger. Deze livecast is een samenwerking met Reflow, een internationaal programma waarbij in verschillende landen wordt gekeken naar het verbeteren van de manier waarop we met materialen omgaan. En hier in Nederland, in Amsterdam, gaat het over textiel, over fashion. Vanavond hebben we gasten in de studio, maar we hebben ook publiek in de studio. Eigenlijk de eerste keer voor deze Reflow-uitzendingen. Hartelijk welkom. We gaan met elkaar in gesprek, maar via een online systeem. En dat systeem heet Mentimeter. En zowel de mensen in de zaal als ook de mensen thuis, dus ook mensen thuis, hartelijk welkom. Jullie kunnen meedoen met vragen, opmerkingen, ideeën, gedachten via menti.com. En als het goed is, is er een code nu in beeld. Ja, die is nu in beeld. Dus als jullie de code intoetsen, 39753208... dan kunnen jullie meepraten vanavond. Maar de zaal, misschien leuk om jullie even te horen. Welkom allemaal. Applaus dat jullie er zijn. Het is heel lang geleden dat we dit konden doen. Allemaal op afstand, dus heel fijn. In de zaal, we hebben twee keer een tafelronde in de zaal. De eerste tafelronde hebben we als gast Francisco van Bentum. Francisco, welkom. Dank je wel. Founder van Hacked By. En jij gaat ons zo van alles vertellen over deadstock. Want vanavond gaat het over deadstock. Kleding wordt niet verkocht. Stoffen waar geen kleding van wordt gemaakt. Kleding die retour gestuurd wordt. Dat is toch een grote problematiek als je eigenlijk een circulaire textielketen wil hebben. De tweede gast, Aarti Ovarma. Welkom. Jij bent founder van de Collectives en ook een heel mooi initiatief waar we zo meteen meer over gaan horen. En als derde in de studio Mireille Gijssen, founder van iDid. Ook weer op een hele andere manier met misschien niet deadstock, maar misschien met materiaal wat overblijft nadat het gedragen is. Gaan we het vanavond ook over hebben, dus van harte welkom. En de andere gasten introduceer ik straks aan jullie, want die komen in de ronde twee. Mag ik beginnen bij jou, Francisco? Kan je ons wat meer uitleggen over wat is deadstock en hoe groot is het probleem eigenlijk? Ja, dat kan ik zeker. Deadstock is eigenlijk, het woord zegt misschien al, alles wat blijft, wat achterblijft aan kleding. Wat niet verkocht is, niet verkochte kleding, overgeproduceerd, stoffen en materialen. En als we dat zouden bekijken op wereldwijd niveau, dan worden er jaarlijks 100 miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd. 100 miljard? Ja, waarvan wereldwijd, waarvan 30% eigenlijk ongedragen blijft, niet eens de winkel inkomt en dus achterblijft, maar wel geproduceerd is. En 40% van alles wat geproduceerd is, wordt tegen de normale prijs verkocht in de winkels. En 30% gaat sowieso al tegen aardverkoop de winkels uit. En dan heb je dus die 30% die eigenlijk niet de winkel inkomt. Dat is op wereldwijd niveau. En in Nederland, het is heel onduidelijk om de juiste cijfers te krijgen over wat het probleem precies is. Er zijn heel veel onderzoeken geweest en blijft een soort grijs gebied wat nou precies de exacte cijfers zijn. In Nederland wordt gesproken over dat er jaarlijks 21,5 miljoen kledingstukken overblijven, geproduceerd zijn, maar dus gewoon niet bij een consument terechtkomen. En dat betekent dat een groot deel daarvan vernietigd wordt. En dat betekent dus eigenlijk ook de vernietiging van energie, arbeid en dus ook de materialen, de grondstoffen. Ja, dus vernietiging, het komt gewoon terecht in de verbrandingsovens eigenlijk. Ja, er wordt een deel, gaat wel via een grijs circuit naar het buitenland, wat verkocht wordt, Oost-Europa, Afrika. Er is eigenlijk maar 3% van die aantallen wat voor recycling in aanmerking komt. En de rest is dus ongebruikt. En zou je dus eigenlijk een circulair moeten zien te maken. Maar het probleem is natuurlijk heel groot. En
Ja, dat is inderdaad... We zijn er nog niet met een oplossing. Het is bijna niet te bevatten, hè, ja. Qua hoeveelheden en dergelijke. Maar misschien is het goed om ook te kijken van... hoe ben jij daarmee bezig met Hackbuy? Wat doen jullie precies? Nou ja, wij zijn in 2014 gestart samen met Alexander van Sloppen, collega ontwerper. Ik ben zelf ook ontwerper. Onze achtergrond is heel duidelijk mode, dus onderdeel zijn van het systeem. Wat ook de veroorzaker is van een probleem. En wij dachten in 2014, we moeten een oplossing bieden. En dat kan je alleen maar zelf doen. Als je onderdeel bent van het systeem om zelf ook verantwoordelijk te zijn voor die oplossing daarvoor. Dus wat wij vervolgens hebben gedaan, we waren natuurlijk op de hoogte van de overstokproblemen. En hebben bedacht, wat als we toegang zouden hebben tot die overstok. En die zou kunnen gebruiken als grondstof. Dat hebben we dus eigenlijk als een soort test gedaan. Overproducties letterlijk veranderd tot nieuwe items. Om ze vervolgens weer in de markt te kunnen zetten. Dus dat is het concept wat Hackt eigenlijk is. En het idee is om op een positieve manier mooie producten te maken. En tegelijkertijd een positieve oplossing te bieden. En vooral ook samen te werken met verschillende merken. Bedrijven die met hetzelfde probleem kampen en samen te zoeken naar een oplossing. Ja, en hoe lukt dat? Werken jullie al met merken samen? Hebben merken al goed hierop gereageerd? Ja, eigenlijk vrij snel toen we startten zaten we in Zweden bij H&M aan tafel. Mm-hmm. En daar zijn we uiteindelijk ook in de samenwerking gekomen, wel veel later. Omdat bedrijven merken voor hun namelijk niet geassocieerd willen worden met overstok. En zeker een paar jaar geleden was dat nog echt een probleem. Slechte publiciteit. En dat is inmiddels natuurlijk veranderd. Want de consument is natuurlijk veel meer op de hoogte van de problematiek. En er is veel meer transparantie. En het wordt ook vereist van die verschillende merken om daar veel meer open in te zijn. Dus op dit moment is iedereen natuurlijk bezig met op zoek naar oplossingen. En is zeg maar het samenwerken veel makkelijker. Dat gezegd hebbende loop je natuurlijk tegen allerlei andere problemen aan. Omdat in ons geval wij werken met kledingstukken die al driedimensionale kledingstukken zijn. Die je dus zou willen veranderen. Dus het productieproces is totaal anders. En dat was heel erg uitzoekwerk. Maar dat hebben jullie uitgevonden hoe je dat wel op een goede manier kan doen. We hadden natuurlijk geen voorbeeld, dus we zijn gewoon gestart. En met het idee van, we lopen tegen een probleem aan en we gaan het probleem oplossen op een moment vanuit creativiteit. En dat heeft in ieder geval voor gezorgd dat we nu productiesystemen hebben gemaakt die het mogelijk maken om hier in Nederland dus lokaal te produceren. Met bestaande kledingstukken, dus echt het upcycling verhaal. Wat heel erg ingewikkeld is. Maar we hebben dat voor elkaar weten te krijgen door vooral die samenwerking aan te gaan met die lokale producenten bijvoorbeeld. Nou ja, iDit is daar één van. Oké, dus jullie werken al samen? Nou ja, we hebben dus die samenwerking met H&M gedaan in 2019. En dat hebben we met iDit kunnen doen. Ja, mooi. Want jullie hebben bewezen dat het kan. En samen hebben jullie ook een productie gemaakt. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, van heeft dit nou potentie om dit reusachtige probleem wat jij schetst, om een van de oplossingen daarin te zijn? Met andere woorden, is het opschaalbaar? Ja, het is zeker opschaalbaar. Maar daarvoor moet je dus wel die samenwerking hebben met die grote partijen. Uiteindelijk is ook in dit verhaal heel erg het antwoord aantallen maken. Waardoor dingen in de breedte gaan en goedkoper kunnen gaan werken. Maar nog steeds doe je dat natuurlijk op een heel... Ja, is jouw bijdrage, jouw oplossing natuurlijk miniem. Dus je moet het global eigenlijk doen. Wij hebben steeds gezegd, we willen een soort voorbeeld zijn, een samenwerking aangaan en een systeem ontwikkelen wat implementeerbaar is. En wat op verschillende plekken in de wereld geïmplementeerd kan worden. En dan heb je natuurlijk wel meer impact. Ja. En wat is er dan voor nodig om daar te komen? Jij zegt, nou ja, grote partijen moeten zich erachter scharen. Jullie hebben het concept bewezen, dus je weet hoe het kan. Sterker nog, ook met menskracht, hè, arbeidskracht hier in dit deel van de wereld. Wat ik me ook kan voorstellen dat het een toegevoegde waarde heeft. Maar wat is er nou voor nodig
om echt die slag naar opschaling te maken? Op hoeveel plekken in de wereld zou dit dan moeten? Of hebben jullie plannen om het op meer plekken te gaan doen? Of zeg je van nou, dit is het, leer van ons en ga zelf aan de slag? Wat is daar een strategie die jullie kiezen? Nou, ik moet zeggen dat voor Hackbuy, of dan is het natuurlijk heel erg vanuit ons gezien, die samenwerking met die verschillende bedrijven, verschillende merken. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. We merken dat het heel lastig is voor die bedrijven. Die willen eigenlijk wel graag. Ze moeten natuurlijk ook. Ze liggen onder een vergrootglas. Maar tegelijkertijd hebben zij ook weer te maken met allerlei systemen intern die het heel lastig maken om, nou ja, bijvoorbeeld heel simpel, een kledingstuk wat van een merk ergens in een warehouse staat, om dat gewoon simpelweg uit dat warehouse te krijgen, is eigenlijk onmogelijk. Dat zit zo vast aan een systeem wat weer te maken heeft met belastingtechnisch, financieel. Ja. Dat is echt iets waar ze tegenaan lopen. En tegelijkertijd is de manier waarop we werken, het upcycling verhaal, is natuurlijk kostbaar in vergelijking tot de prijzen die zij gewend zijn. Dus dat betekent ook dat de mindset van de verschillende merken ook veranderen moet. Ik zelf persoonlijk denk dat zolang bedrijven, merken profit-driven blijven, wordt het heel ingewikkeld. Omdat het betekent dat je een mentaliteit veranderen moet hebben. Je moet gewoon minder produceren. Dat is natuurlijk de beste oplossing. Ja. En daar ligt natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid bij de consument zelf. Maar die moet wel op de hoogte zijn. Ja, ik ga doorschakelen, Mireille. Ik zie jou al een tekentje geven, maar het is een heel goed moment. Ik ga naar jou doorschakelen, want misschien kun je aanhaken. Ja. En Aart, die voel je ook vrij hè, om mee te gaan doen. Kun je aanhaken op wat Francisco zojuist zei? Hoe jullie het ervaren. En ja. Je hebt ook allerlei ideeën. Het is wel een voordeel om zo over te produceren. Groter is dan het nadeel. Dus als je zegt, doe het maar 1000 extra. Want ik kom voorheen uit de grafische industrie, lang geleden. En dan was het ook, ja, doe die 1000 boekjes maar extra. Want die kosten dan niet meer. En zo werkt het met kleding ook. Dus zolang dat voordeel van extra bestellen groter is als het nadeel, namelijk ermee blijven zitten. Ja, dan zie ik het somber in. Maar goed, ik zal eerst even vertellen dan. Ja, want jullie hebben ook een hele mooie samenwerking met IKEA. Maar misschien is het goed om even door te gaan op die samenwerking. Op onze samenwerking. Ja, en dan vervolgens even ook over IKEA hebben. Want daar zijn we ook heel nieuwsgierig naar natuurlijk. Ja, nou die samenwerking die was ongelooflijk leuk. En daar hebben we heel veel van geleerd. En we mochten naar de prachtige creaties die deze topontwerpers maakten, mochten wij produceren. Ja, dat is gewoon zo. Dan komt er echt een ander product, je atelier, in. Want om nog even uit te leggen aan mensen die dat niet weten, Ardit maakt eigenlijk van gerecycled vilt, hè, dus van ander materiaal, dat wordt gemaakt van post-consumer. Jij meldde het net ook al even. Dus dat is dat wat al gedragen is. Van dat materiaal maken wij een vilt. Nou, we zien het hier al, gerecycled vilt. Mm-hmm. En daar maken wij in een sociale onderneming nieuwe producten van. En daar zat hem al meteen ook bij ons de crux. Een sociale onderneming werkt met mensen die nog nooit achter een naammachine hebben gezeten. Dat geeft helemaal niks als je producten maakt van vilt. Dat is gewoon rechtdoor stikken. Daar ontwerpen wij ook echt op. Terwijl met Francesco en Alexander, met Hackbuy, ja, daar moesten we natuurlijk echt heel anders werken. Dus dat hebben eigenlijk de mensen bij ons geproduceerd. Die, nou eigenlijk niet de deelnemers, nauwelijks. Want dat niveau heb je dan nog niet. Dus in die zin was onze samenwerking daarom eindig. En hebben we dit samen gedaan. Maar dat is niet echt een product wat bij Ardit past. Het is eigenlijk te ingewikkeld voor het atelier. Ja, want even heel kort over Ardit. Jullie hebben een atelier, daar werken mensen die vervolgens een kans op een baan gaan krijgen, toch? Ja. Misschien kan je dat kort even vertellen. Ja. Want wat ik namelijk heel leuk vind is van wat Francisco zei, en jij trouwens ook, van dat financiële stuk is eigenlijk de drijfveer. Maar als je het sociale stuk erbij neemt, wordt het eigenlijk al interessanter en kan je eigenlijk een veel mooier verhaal over het product vertellen. Ja. Dus ja. Ja. Ja, dat is ook wat wij eigenlijk intern altijd zeggen. De impact is leidend. Dus je maakt die keuzes die je maakt, maak je altijd langs de meetlat van impact. En bij ons is eigenlijk
het allereerste uitgangspunt, het sociale impact. Mm-hmm. Want Ardit is begonnen om mensen die eigenlijk buiten de cirkel zich bevinden... door middel van meewerken in een bedrijf, gewoon tegen een loon... Weer terug te helpen werknemers vaardigheden leren. Want je moet je voorstellen, als je thuis op de bank zit... dan is de stap naar regulier werk is te groot. Ja. Daar moet echt nog wat aandacht, wat coaching en wat zelfvertrouwen opbouwen bij. Nou, en daar hebben we een duurzaam product voor gekozen. Dus we hebben eigenlijk die twee impactpijlers, dus ook duurzaamheid. En dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Wij maakten ook in het begin van afgeschreven stoffen. Dus eigenlijk een beetje dat deadstock-idee. Maakten wij nieuwe dingen. Daarna zijn we doorgegaan naar redesign. Maar dat werkte voor ons niet, omdat het voor ons niet schaalbaar was. En omdat de mensen het niveau niet hebben. Want als je ook inderdaad zegt van ze gaan door naar een andere baan, dan is dat elders. Niemand gaat werken in de textielindustrie. Nee. Dat zijn er maar enkele per ongeluk die het eigenlijk al konden heel goed. Maar je gaat door naar Van de Bijenkorf, naar de HEMA. Ze stromen overal naar uit. Maar het leuke is, dat doen ze vanuit die coaching ook, kijkend naar wat wil ik nu zelf. Want als je aan iemand vraagt die toch behoorlijk in de put zit, want dat zitten ze als ze op de bank al 10 jaar zitten, vraagt van wat wil jij, waarin zou je kunnen werken of willen werken, dan kan eigenlijk niemand dat antwoord geven. Nee. Dat ken je van jezelf ook wel. Als je niet lekker in je vel zit, heb je nergens zin in. Dus dan weet je ook niet wat je wil. En daar vinden wij ook onze kracht, dat we nog niet de mensen laten kiezen waar ze willen uitstromen. Dat doen we pas nadat ze al meewerken. Nadat ze alweer het gevoel hebben, ik hoor erbij, ik heb collega's. En dan is dat gat veel minder groot en kunnen ze echt die stap maken. Dan weten ze wat ze willen. Ja. Ja. Hey, en IKEA, vertel daar eens wat over. Ja. Wat was dat voor samenwerking? Nou, daar herkende ik ook alweer wat Francesco net zei in. Met IKEA zijn we eigenlijk begonnen met redesign, dus alle stoffen die over waren, daar nieuwe producten van maken. Dat was vanuit een programma waarin ze wereldwijd met sociaal ondernemers samenwerkten. Daar hebben we 2 collecties in gedaan voor alle vestigingen in Nederland. Maar wat merkten we eigenlijk al heel... Dus dat was gewoon wel van de donsdek hoe ze die over waren. En dan merk je dat als de klant, de consument, dat donsdek in eerste instantie niet kocht, hè, blauw met witte stipjes, dan kochten ze dat ook niet als wij daar een schort van maakten of een placemat. Ja. Dus de eerste collectie kreeg heel veel marketing aandacht en dat liep nog. De tweede collectie liep al niet. En toen zijn we begonnen met het vilt. En dat is echt, wat ik al vertelde, we zaten met dat redesign stuk in een wereldwijd programma. En daar zitten we nu op het punt dat we eigenlijk nu de Nederlandse samenwerking even on hold hebben gezet. Want precies wat jij zegt, door die systemen, IKEA is een wereldwijde franchise. En alles wordt vanuit Zweden eigenlijk geregeld en die producten ingezet. En dit vroeg zoveel voor de Nederlandse organisatie, dat kon helemaal niet uit. Nee. Dat was zo tegen alle systemen in, een heel nieuw product alleen voor Nederland. Dat viel dus ook eerst gekeurd in Zweden. Je mag niet zomaar als Nederlandse IKEA franchise bedenken, oh, we gaan een ander product brengen. Ja, leuk idee. Leuk idee, ja. Dus we zijn nu, want wel een hele mooie samenwerking is nog, is dat wij gesteund worden door IKEA Social Entrepreneurship BV in de volgende stap die we nu gezet hebben. En dat is een eigen fabriek oprichten. Dus op dit moment, hij is bijna klaar, staat de Ardit Factory bijna te draaien in Utrecht? Den Haag. Oh, in Den Haag. In Den Haag, onder ons atelier daar. We hadden een tweede atelier in Den Haag. En daar gaan we dus helemaal ons eigen materiaal, ons eigen vilt maken. Dus de input is dan een stof die niet gebruikt is, bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk meer afgeschreven bedrijfskleding. Afgeschreven bedrijfskleding. Ja. Dus dat komt in jullie systeem. Ja. Jullie hebben echt zo'n machine staan die dat vervezelt. En die er uiteindelijk zo'n soort van vezelmateriaal van maakt. En dan moet het nog geperst worden, denk ik. Dan zoiets, hè? Eerst door de vervezelstraat. Ja. En daarna door de filtlijn. En dan komt er een heel mooi eindproduct uit. Juist. Nou, gefeliciteerd. Mooi. Ja, dat is heel En wanneer mooi. Is de opening?
we durven nog niks te zeggen, omdat we iedere keer weer moeten bijstellen. Van, ja, ik hoef je niet lastig van met het containerprobleem tot en met... Het is een heel verhaal. Maar het komt snel. Maar het komt snel. Heel. En IKEA heeft hij dan een lening voor verschaft. Dus we hebben nog steeds wel met IKEA Global een soort samenwerking. Ja. Maar nou ja, zij zeiden toen al, dat had ook gekund omdat jullie... Ja, het is niet omdat jullie met de business samenwerken. Jullie hadden ook koekjes kunnen bakken. Maar omdat jullie een sociale onderneming zijn, geloven we in jullie en ondersteunen we jullie volgende stap. Mooi, dank je wel. Mooi. Publiek, jullie mogen ook meedoen. Hebben jullie gedachten, ideeën? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. We hebben het over fashion, dat is toch vaak financieel gedreven. Maar Mireille zegt ook van ja, de sociale component is ook heel belangrijk. Welke waarden vinden jullie eigenlijk belangrijk als het gaat over kleding kopen of het verhaal achter de kleding? Wat zijn waarden waarvan jullie zeggen, ja, daar kijk ik ook naar? En natuurlijk, als jullie een vraag hebben, dan mag dat ook altijd. Kan de Menti nog even in beeld komen? Oh ja, ik zie al, hij staat in beeld. Dit is de code, dus voel je vrij om lekker mee te doen. Intussen ga ik door naar Aartie. Aartie, welkom ook. Kan je misschien iets over jullie initiatief vertellen? Want dat is toch net weer even iets anders. Ja, het is wat anders dan deze twee concepten inderdaad. Ik hou me meer bezig met producten die er eigenlijk al zijn. Ja, dus dat is eigenlijk als ze al gedragen zijn. Wat dan? Al gekocht en eigenlijk ongedragen in de kast hangen. Dus ongedragen in de kast. Ook een soort deadstock, maar dan op kleiner niveau. Ja. Ik ben in 2019 heb ik dit platform opgericht. Ik heb zelf nog in het verleden hield ik nogal van shoppen. Mm-hmm. En daarmee heb ik een redelijke collectie opgebouwd. Op een gegeven moment realiseerde ik me ook wel van dit past niet helemaal in het huidige. Ik had inmiddels wel door dat mode redelijk vervuilend was en zo. Yeah. Ik bleef maar shoppen. Dus het voelde, het werd een beetje. Tegendraads in mijn hoofd. Voelde ongemakkelijk, ja. Jazeker. En op een gegeven moment had ik wel vriendinnen over de vloer. Zei die, mag ik een keer dit van je lenen of mag ik hier dit? Toen dacht ik, eigenlijk kan ik best wel af en toe wat kleding uitlenen. En een keer was ik een beetje op internet aan het schrijven. Zag ik, ik zie zelfs dat er bedrijven zijn die kleding verhuren. Dan dacht ik, misschien zou ik dat eens kunnen proberen. Kijk, met mijn eigen collectie je beginnen. Eigen kleding verhuren. Mijn eigen kleding verhuren. Ik denk, waarom niet? Dan krijgt het in ieder geval een tweede leven. Want nu hangt het hier maar. En ja, wegdoen was ook niet echt een optie. Nee. Zo ben ik eigenlijk begonnen met de collectors, dus het verhuren van eigen kleding. En al heel snel kreeg ik... mensen vonden mijn kleding wel mooi, dus ik verhuurde best wel makkelijk. En daarmee ben ik eigenlijk nog steeds bezig. En inmiddels verkoop ik ook pre-owned items. Ik ben sinds kort een samenwerking begonnen met de Bijenkorf. Want hoe gaat dat dan? Want dan ga je het ook kijken van hoe kan ik het op een grotere manier laten gebeuren. Ja, nou, mijn idee is eigenlijk, ik hou echt, mode is echt mijn passie. Maar ik begrijp ook dat het een keerzijde heeft. Dus, en ik zie bij zoveel mensen zoveel mooie ongehangen stuks hangen. Dat ik denk, ja, als we het een beetje gaan schuiven en van elkaar gaan huren, lenen. Of jij verkoopt het weer aan iemand anders. Blijft het, roleert het. Langer. En krijgt het natuurlijk een langer leven. Ja. Wat was je vraag eigenlijk ook weer? Je zei van ik werk samen met de Bijenkorf. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig van hoe is die samenwerking tot stand gekomen. Maar ook hoe werkt dat dan via de Bijenkorf? Ja, op een gegeven moment had ik een soort pop-up sale. In november 2019 was dat. Dat was nog net voordat alles weer dicht ging. En daar raakte ik gesprek met iemand. En die had opeens iets van, volgens mij zou jij een hele goede match zijn met hun. Qua jouw kleding, qua jouw collectie. En, dus daaruit is een contact ontstaan. Toen moest ik een presentatie daarvoor doen. Dat werd positief ontvangen. Maar goed, toen ging alles dicht. Dus toen ging het allemaal weer in de koelkast. Dacht ik, ik en de Bijenkorf. Het leek me heel mooi, maar ik denk, ziek. Misschien niet zo snel gebeuren natuurlijk. Maar toen alles weer open ging, hebben ze me in mei volgens mij weer benaderd. Ja, en toen zijn we om tafel gaan zitten. En toen hadden zij het idee, want natuurlijk door het hele COVID gebeuren is de vintage pre-owned markt natuurlijk veel interessanter geworden. En mensen hadden door van, wacht even, ik moet mijn shoppinggedrag wat gaan veranderen. En ik bedoel, daar zijn we nog lang niet, maar
het was wel mooi om zeg maar, dat te zien. Dus je ziet er nu ook dat grotere bedrijven ook zoiets hebben van... nou, wij moeten ook eigenlijk laten zien dat we heel erg met duurzaamheid bezig zijn... en daarvoor openstaan. Dus ja, zo is eigenlijk die samenwerking ontstaan. Dus zij hebben mij gevraagd om een collectie te maken, speciaal voor hun. En dan zouden zij dat gaan verkopen. Nou, dat was voor mij een behoorlijke klus. Want ja, ik heb gewoon mijn klant in Amsterdam... en in één keer moest ik een order voor de Bijenkorf schrijven. Ja, dan praat je over veel meer stuks dan ik gewend ben. Dus mijn opslag stond echt vol. En, maar goed, dat is dat was natuurlijk ontzettend zenuwachtig toen dat allemaal online kwam. Maar dat ging ontzettend goed. Zij waren ook positief verrast. En er is dus vraag naar mensen, Ja, dus er is vraag naar. Het was een hele onderneming, hè? Want jij bent natuurlijk één iemand en de Bijenkorf is een heel groot bedrijf. Precies. Dus dat gat op zich, om dat te overbruggen, dat is natuurlijk al heel knap. Ja. Maar hoe gaat dat dan nu verder? Want het zou natuurlijk fantastisch zijn als het op de een of andere manier grootschaliger kan worden. Ja, nou, daar ben ik dus ook over aan het nadenken inderdaad. Want deze samenwerking heeft natuurlijk ook aan het denken gezet. Van nou, als ik in een Bijenkorf kan hangen als merk... ja, dan zou ik wellicht ook in een andere winkel kunnen hangen als merk. Dus ik kan wellicht nog meer ik noem het opruimen, klinkt een beetje stom, maar kleding inzamelen. Want er is zoveel ongedragen kleding in de kast. Zoveel mooie items. En wat echt een tweede of derde leven verdient. Dus daar ben ik inderdaad over aan het nadenken. Van, maar ja, goed, ik ben voorlopig nog alleen. Dus dit is al een hele klus om dit voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel wat ik nu ambieer. Van ja, dit is... als dit lukt, dat mensen zo gaan shoppen, veel meer op deze manier... dat vintage en pre-owned een veel groter aandeel gaat krijgen in de markt... ja, dat zou voor mij echt natuurlijk... het is een droom die uitkomt. Want ik shop altijd al vintage, al van eigenlijk al sinds ik winkel shop. Eigenlijk zouden jullie heel goed kunnen samenwerken, Francisco en jij. Want het zijn soms ook nieuwe items. Klopt. Soms zijn het pre-owned items. Ja. Dus dat kan een mooie mengeling zijn. En het kunnen dus ook upcycled fashion design items zijn... vanuit het initiatief van Francisco. Ja. Als mensen nou mee willen doen... Hè, want ik kan me voorstellen dat mensen thuis en ook mensen hier in de zaal denken van... goh, interessant, ik wil eigenlijk ook wel mijn ook mooie kleding verhuren of verkopen... Ja. Kunnen ze meedoen met de collectives? Absoluut, zeker. Ja, dat is juist mijn hele idee. Ik wil juist een platform maken waar zowel leveranciers, dus klanten met mooie items... maar ook degene die het weer kopen of huren... Ja, dat ze voelen van wauw, we zijn met z'n allen bezig aan iets heel... dragen bij iets heel tofs. Maar we doen niet onder aan dat het minder stijlvol of dat het opeens... Ik geloof heel erg van we kunnen wel duurzaam zijn... maar dat hoeft echt niet onder te doen aan dat we opeens alleen nog maar... bepaalde kleding niet meer kunnen dragen, bepaalde merken. Ja, het mag gewoon ook heel mooi zijn. En dit is natuurlijk de high-end, hè? Want dit zijn waarschijnlijk de duurdere producten. Zie je ook ideeën dat het ook voor de wat meer gewoon mainstream kleding zou kunnen? Zeker. Is daar ook vraag naar, denk je? Daar is zeker ook vraag naar. Want je ziet ook dat volgens mij zelfs ook de Zeeman en... allerlei dat soort ketens ook pre-owned items gaan verkopen, ook kleding. Dus er is absoluut markt voor. Alleen ik richt me meer op deze markt, omdat dat zijn, dat weet je waarschijnlijk ook, dat zijn van mooie stoffen, goede kwaliteit. Dat kan, als je dat goed verzorgt, gaat dat heel lang mee. Ja. Dus dat is waarom ik mij hierop richt. Dank je wel. Ja. Mooi. Ja, ik vind het prachtig om jullie verhalen te horen. Als ik hier zo naar luister, denk van god, er is hartstikke veel creativiteit. Op kleine schaal worden heel veel goede initiatieven opgezet, bewezen. Mensen laten zien dat het kan. Ergens zijn er grote systemen die nog niet helemaal goed geschikt zijn om dat op te schalen. Maar ja, als je maar lang genoeg duwt en er is ook vraag naar, dan op een gegeven moment gaat dat wel meewerken. Ja. Als laatste vraag voor jullie. Wat voor tips zouden jullie willen meegeven aan de kijker nu? Wat zou je kunnen doen met deadstock? Wat zou je als tip aan de kijker kunnen meegeven? Nou, ik kan me voorstellen van... doe lekker mee met de collectives, want dat is redelijk laagdrempelig. Maar als je even verder denkt van... wat zou nou een tip zijn of een wens zijn... waar de kijker ook over kan nadenken of mee aan de slag kan gaan? Mireille. Ja, ik merk dat ik het dan gelijk heel dicht bij huis zoek. En zou denken van nou laten we... Want de deadstock kan je ook natuurlijk tot vilt omzetten. En laten we daar nieuwe producten van maken. Want
eigenlijk het liefst zou je willen dat het vervezeld wordt en weer tot garen omgezet kan worden. Maar dat is vaak... Want ja, het verbranden van kleding geeft de grootste CO2-uitstoot, hè, van alle afvalstromen. Dus je doet niet alleen in die productie, wat Francesco al zei, een heleboel... Het heeft de tweede grote voetafdruk, mode. Maar als je dan ook nog gaat verbranden, dan is dat is echt funest. Dus laten we er dan wat nieuws van maken. Zou natuurlijk mijn idee zijn. En omdat kleding vaak uit meerdere soorten... hoe moet ik dat nou zeggen? Materialen bestaat. Hè? Zo, ja. Daar zit altijd nog een beetje lark aan. Een gecombineerd... Juist. Dus het is niet 100% katoen of 100% polyester... Nee. Maar vaak een combinatie daarvan. Ja. En dat noem je zuivere fracties. Zuivere fracties die kan je omzetten als je ze vervezelt weer tot garen. Maar dat is het probleem bij vaak alle deadstock. Het is gecombineerd. En waar wij nu heel hard naar op zoek zijn... Dus tip, meld je bij ons als je goede ideeën ook hebt... Want die fabriek die gaat zeg maar met één dag in de week al zoveel vilt maken... dat krijgen wij niet eens weggenaaid. Dus die vier andere dagen die hebben we ingericht voor R&D. Dus voor research and development. Omdat op dit gebied gebeurt nog heel weinig. Ja. Dus ik denk dat we met z'n allen de spreekwoordelijke textiele baksteen moeten gaan uitvinden. Waardoor we ergens iets, snap je, uit een andere industrie vervangen. Want... Ja, 330 miljoen kilo per jaar in Nederland alleen is over. Dus niet alleen deadstock, maar gewoon alles. Dat is zoveel. Daar moet echt een andere... Dat is een beetje mijn idee. Een andere oplossing voor komen. Dus het is helemaal geen tip. Het is eigenlijk een vraag. Een vraag, ja. Doe mee, denk mee. Ja. Hè, kijk of die vier dagen R&D... Juist. Of je mee kan uitvinden van... Juist. In jullie geval wat je met vilt kan doen. Ja, of met maar in vilt. Jullie geval natuurlijk ook van... wat kun je met de kledingstukken doen? Wat kun je met redesign doen? En hoe doorbreek je de systemen... waar we op dit moment tegenaan lopen? En wat ik ook hoor in jouw oproep... gooi nooit meer een kledingstuk in het restafval. Nee. Toch? Want dat is echt heel zonde. Juist. Ook als het niet meer heel is, als er een gaatje in zit... mag het nog steeds in de kledingbak of op de andere plek... waar kleding wordt ingezameld voor recycling of voor hergebruik. Nou... Is er nog een aanvullende tip? Want hier zaten wel heel veel tips en wensen in. Maar Francisco? Nou, ik denk dat het belangrijkste ook... daar is natuurlijk iedereen toch al wel mee bezig... is dat stukje bewustwording. En dat je realiseert... Wij hebben zeg maar, een systeem gemaakt... waardoor een kledingstuk meer een wegwerpartikel is geworden. En we moeten dus weer die weg terug bewandelen... Dat je in ieder geval wetenschap hebt wat een kledingstuk is gemaakt. Er zijn mensen, 169 mensen per kledingstuk werken aan een kledingstuk... totdat het jou bereikt als consument. Ja. Dat is eigenlijk heel erg. Dat kan je niet, dat weet je niet. Maar de wetenschap leert wel dat hoe meer je weet over het proces... ga je het meer waarderen en zal je zo'n kledingstuk ook veel meer waarderen. Waardoor je je misschien afvraagt, heb ik het nodig? Ga ik het weggooien? Dat is denk ik... En uiteindelijk ligt het antwoord veel meer... De deadstock moet zichzelf oplossen. Maar dat kan alleen maar als we dus minder zouden kopen. Ja, waardoor er ook minder geproduceerd is. Dus we hebben allemaal daar een rol in We hebben allemaal spelen. Daar een rol in. Ja. Aartie, tot slot. Ja, kort. Ik zou zeggen minder... Ja, gewoon eigenlijk geen nieuwe spullen meer kopen. Maar je echt richten op producten die er al zijn. Alles hergebruiken zoveel mogelijk, maar dat kan met meubels, met kleding, met zoveel. Met alles. Met alles eigenlijk. Ja. En inderdaad, wat je zegt, vroeger ging echt nog van jongs af aan geen kleding. Of van die op die op die. En het was eigenlijk, je deed ontzettend lang met een kledingstuk. Ja, en dat is nu, kleding heeft nu inderdaad, je zegt 1, 2, 3 keer dagen, je gooit het weg. Je huurt bij mij een jurkje, maar je loopt naar de Zara en je koopt een jurkje voor hetzelfde prijs. Maar je draagt het waarschijnlijk allebei maar 1 keer. Ja. Dus waarom moet je het hebben? Dus waarom moet je het hebben? Dus de gedachte om iets te hebben, kan je ook loslaten. Ja, als je het mooi kan dragen, is het eigenlijk goed. Ja. Ja. Dank jullie wel. Heel veel dank. Deze eerste ronde. Ik ga nu even tussendoor naar een Zoom-interview. Want als het goed is, hebben we via de Zoom Irene Maldini. Zij is researcher bij de Hogeschool van Amsterdam. En we switchen naar het Engels. Hello, hello. Irene. Irene, I don't know the way to pronounce your name. Welcome in this session.
Maybe you can introduce yourself and also elaborate a little bit about this dead stock, because you say, well, we need to avoid having dead stock to begin with. So what are your ideas about it? Hello, everyone. Irene Maldini. That's how you pronounce it, Irene. Thank you. I work as a researcher at the Amsterdam University of Applied Sciences. And my background is in design, but I worked as a mostly in research in the last years. And in my PhD, I worked on the issue of production on demand. So these are not really my ideas. These are ideas that were very relevant a few years ago when I conducted that research. The idea that by producing on demand, we may avoid the dead stock problem, so that we could turn the industry around and starting by individual demand to avoid producing things that are unwanted. And back then, this was around 5 years ago, there was a lot of discussion about the dead stock numbers. And I've heard that this was already mentioned, that the numbers are uncertain. We don't really know how much is that. But back then, it was very common to hear that 30% of the clothes were never would reach the consumer. So the idea that turning the industry in the way I just explained would reduce 30% of the overall production. That is what we really want, to reduce the production volumes of the industry, as it was already mentioned. So I conducted some research to understand what would be the effect of that. The main arguments for supporting a transition towards a production on demand way of working are the reduction, the avoiding dead stock, but also the production of items that are more meaningful for users, because when you produce on demand, you can involve the users of the item in the design phase, and therefore the argument goes that this would mean that we would produce only very meaningful items and we would be happy with less and also keep things for longer. Yeah. So the production on demand will help us to avoid dead stock to begin with, but also it will give added value to the garment, to the item that's being designed, because the owner will be involved in the design of that item. So can you tell us a little bit about how successful this idea is? Because you said already a number of years ago you did research on this. Yes. So hope that it's already a big success, but maybe there is a little bit more to it than that. So maybe you can talk a little bit about how does that work, and is it working the way you researched it? Yeah, so what I did was to conduct a series of company interviews with companies that were back then producing on demand, and that are, for example, companies offering made-to-measure suits, and companies selling t-shirts online where you can choose your own color and your own print, and then you get sent this item. So this is for the dead stock question. And I also did a series of comparative wardrobe studies with people that had 10 or more personalized items in their wardrobes and compared consumption patterns with people that only own ready-mades, which is the majority of the people. And I found that there is no difference in the waste produced in the chain, and also not significant difference when we consider all the sample as a whole for quantity of items owned. So personalization does not lead to smaller wardrobes, and it also does not lead to longer lifetimes for clothing. So that was the result of the research, and that is published in a scientific paper. Now what? So what do you think is the more structural problem, structural solution to this problem? Because I hear that also people think about the R letter. There are different ways of looking at clothes and different phases in which you can
make an intervention. So based on your research and the findings, what is the next step in your thinking? What do you think will be the structural solution to this situation? Yes, I think it was already mentioned today that as long as we don't change our mindset, and especially businesses do not change their priorities, and putting selling more at the top of the list, I do not think there will be a significant change in the environmental impact of the sector. So the challenge is not a small one, it's a big one. It's about how we operate as a society and how we think about the economy also. I think it was mentioned already today, but that is definitely also my position there. So turning the industry around and investing in the technology that would allow for producing based on order, as long as the mentality of these companies is to sell more and more, I don't think the change that is urgently needed is going to happen, actually. Yeah. Well, thank you very much for being here. Okay. So, thank you. And yes. Stay with us. Sure. To follow the rest of the broadcast. So before we go to the next group, we have a very nice intermezzo, a small film that Jules made, and it is on with young people on the street to ask them how do they choose their fashion. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Stem van de Stad. Vandaag gaat het over de opkomst van tweedehands kleding. En welke keuzes maken jongeren hierin? Kopen jullie liever nieuwe of tweedehands kleding? Nieuwe. En waarom? Ja, ik vind het toch een beetje vies als het tweedehands is. Ik ben ook niet de persoon die naar een tweedehands winkel gaat of zo. Ik ga het gewoon, maar bijvoorbeeld hier, een dagje Amsterdam en dan kijken wat het allemaal is. En dan pakken wat ik pakken kan. Nou, ik vind het wel goed om kleding her te gebruiken. Dus daarom. Geldt dat voor jou hetzelfde? Nee, absoluut niet. Ik hou echt van nieuwe kleding. Ik vind het gewoon niet een heel fijn idee. Want je weet, zeg maar, als ik weet wie het heeft aangehaald, bijvoorbeeld zij, ja, dan maakt het me niet zoveel uit. Maar als het echt zo'n wildvreemde is, dan hou ik daar niet zo van. Nieuw, ik weet niet. Het is gewoon veel mooier. Ziet het eruit. Als tweedehands. Ik hou van nieuwe dingen gewoon in het algemeen. Nieuwe collectie en zo. Nieuwe kleding heb je meer keus. Je kan gewoon opzoeken wat je wil en je kan het allemaal vinden. Dus. Het ligt er denk ik aan wat het is. Kijk, dingen qua schoenen en zo, dat heb ik wel liever nieuw. Ik heb zelf net allemaal truien en vesten gekocht. En dat is allemaal wel gewoon leuk, ook tweedehands. Omdat dat ook gewoon meer mijn kledingstijl is dan de kleding die nu in winkels te koop is. Ja, bijvoorbeeld in de kringloopwinkel, dan vind ik het wel niet zo fris. Maar gewoon in een, vintage winkel, dan zou ik het wel eerder doen. Als jullie wel eens nieuwe kleding kopen op bijvoorbeeld internet, kijken jullie dan wel eens naar de duurzaamheidslabels die erbij zitten? Nee, eigenlijk niet. Maar ik probeer er wel op te letten om niet echt van die fast fashion te kopen, omdat dat gewoon echt niet top is. Mag ik vragen waar je het liefste winkelt? Zara, Bershka en Stradivarius. Want de Zara die heeft bijvoorbeeld ook een duurzaamheidslijn. Koop je daar dan, heb je dat wel eens door dat je daar dan iets van koopt? Je maakt het wel door, maar ja. Het staat wel leuk erbij, maar het hoeft niet van mij. Als het duurzaam is en als het goed is voor het milieu of beter is voor het milieu, zou ik het wel eerder aanschaffen eigenlijk. Maar als ik bijvoorbeeld weet dat het door goederen wordt gemaakt, dan hoef ik het niet meer. Heb je ook ooit wel eens iets verkocht op Vinted? Dat je online je kleding kan verkopen? Ik moet zeggen dat ik ben dat nu aan het doen, maar de zaak is gewoon nog niet helemaal lekker. Ja, ik verkoop er wel kleding op, maar het is niet dat ik het echt koop daardoor. Ik verkoop het alleen. Ik heb sowieso wel eens via Vinted verkocht inderdaad en ook iets via Marktplaats. Heb je ook wel eens iets gekocht op Vinted? Of? Ja, toevallig wel. Dat is ook tweedehands eigenlijk, maar dat was ook niet gebruikt. Dus dan was het eerder van mij van oké, aanskopen. Wel eens op Marktplaats of zo om een keer kijken van dure merkkleding wat ze daar verkopen. Maar meestal is het allemaal nep, weet je. Ik heb wel nooit tweedehands kleding gekocht tenminste. Maar ik zeg niet dat ik het niet zou doen. Dat niet. Ja, ik heb best wel veel op Vinted. Maar ik vind het wel fijn, omdat je dan zeg maar echt kan die dingen kan aanpassen van oh ja, ik wil een maat 36 of weet ik veel. Ik denk dat je als je goed zoekt, dat je heel veel leuke dingen kan vinden. Nou,
Nou, goed om ook even de mensen op straat erbij te betrekken. Leuke reacties. Sommigen doen een beetje aan vintage. Een beetje kringloop, maar heel weinig. Vooral heel veel nieuw. Aan tafel aangeschoven Ellen Sillekes. Jij bent innovatiemanager bij Simpany. En Jos van den Hoge. Jij bent workshopmanager bij Denim City. Ellen, bij jou te beginnen. Want het is misschien leuk om even te reageren op deze interviews. Wat jullie doen bij Simpany is jullie zamelen al die tweedehands kleding die in de bak komen, onder andere in Amsterdam. Jullie zamelen in Amsterdam. Ja. En dan komt het bij jullie terecht. En dan gebeurt er van alles mee. Nou ja, het kopen als tweedehands kleding, dat lijkt nog niet echt heel groot te zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel initiatieven. Kan jij wat meer vertellen over de ervaring die jij hebt? Ja, even kijken. Als we bij Simpany verzamelen, dus in dat is post-consumer textiel. Ja. Dus dat kan textiel zijn dat 50 jaar oud is of van vorige week. Ja. En dat doen we in heel Nederland. Dus we zijn een van de twee grootste inzamelaars. En wij zamelen 20 tot 25 miljoen kilo in per jaar. En dat is superveel. Dat is heel veel. Ja. Dus wat en, doe je daarmee? Ja, wat wij doen, wij zetten 70% zetten wij weer terug in de markt. En daar is 10% geschikt voor de Nederlandse markt. En wij krijgen steeds meer bijzondere vragen. Dus ik ben heel blij dat we nu echt in zo'n transitieperiode zitten. En dat we steeds meer jongeren hebben. Ik zit waarschijnlijk in een bubbel waarin iedereen vooral tweedehands wil krijgen. Heel goed. Kopen, inderdaad. En dan zie ik ook inderdaad van de verschillende kwaliteiten. Dat wordt heel verschillend beleefd. Merken zijn wel heel belangrijk, ook bij jongeren. Ook oversized. Dus de modes daarin veranderen heel sterk. Hier zien we een sorteercentrum, waar ik zelf ook een aantal dagen heb gesorteerd om het vak ook te leren. Want hoe was dat, en ik heb superveel respect voor onze collega's. Want als je voorstelt dus dat je al die categorieën die je daar ziet, waarop ze sorteren, dan moeten zij in een split second moeten ze beslissen van is dit geschikt voor de Nederlandse markt? Is dit geschikt voor... Ze hebben echt een paar categorieën waarop ze moeten sorteren. En ze moeten in de gaten houden dat die 250 kilo die erin zit, dan mag maar minder dan 5% afwijken van de categorie waarop het is ingedeeld. Dus we hebben ook een categorie bijvoorbeeld mix sweaters, dat kunnen allerlei soorten, verschillende soorten textiel zijn. Jeans zit erin. We hebben verschillende markten. En dan is het ook weer heel belangrijk. Wij zitten ook af in Afrika. We weten dat dat af en toe moeilijk is voor mensen om dat te horen. Maar we hebben daar klanten. En die klanten weten exact wat ze willen. Ze willen heldere kleuren. Ze willen natuurlijk geen winterkleding. En toen ik daar aan het sorteren was, kreeg ik ook echt de instructie, daar mag geen vlekje op zitten, want dan mag het er niet in. Dus wij werken daarin samen. En wat wij nu de laatste maanden vooral zien, is dat er steeds meer partijen zijn, zoals Hulkes en andere ontwerpersinitiatieven, die ook zeggen van, wij willen kleding hebben waar een klein gaatje in zit, waar bijvoorbeeld een vlekje op zit, want wij kunnen daar iets mee. Wij kunnen daar nog een patroon op zetten, we kunnen daar weer een nieuw leven aan geven. Dus wij sorteren op herdraagbaar, dat is dus 70%. Dan hebben we een gedeelte waar iets in afwijkt. En daarin hebben we ook hier, Bonnesuit is zo'n mooi voorbeeld. Zij maken van jeans weer ook nieuwe producten. Zetten ze ook in de Amsterdamse markt weer terug. Dus dat zijn allemaal initiatieven waar we zo, als je die R-strategie weer terugpakkend, ook het stof weer hergebruikt. Dus dat dan. Dus voor ons is het heel belangrijk, eerst die reuse en dan die refurbish. Van gebruik zo maximaal mogelijk het textiel weer. En als het textiel niet meer gebruikt kan worden, dan wij zijn dus heel fijn de samenwerking met iDit aangegaan. Om daarin te kijken op vezelniveau kan je ook nog heel veel betekenen. En zo gaan we met heel veel circulair verwerkers zijn wij nu samenwerkingen en het opzetten. Dus
Als het uiteindelijk niet meer op vezelniveau gaat, dan gaan we naar chemisch. Dus daarin werken we samen met Saxeel en zijn we ook samen in het werken met partijen die polyester kunnen omzetten. Polycotton, dus polyester katoen. Dat zijn ook onderzoeken waarin we investeren. En waar we nu heel erg tegenaan lopen is dat wij... We moeten nog beter moeten samenwerken met circulair verwerkers. Bijvoorbeeld zo'n samenwerking bij iDIT. Gaan wij met elkaar in overleg van welke kwaliteiten, waarop moet exact gesorteerd gaan worden. En dat is nog een grotere uitdaging van dat kost meer tijd, dat kost meer handelingen. En daar moeten we van leren, maar dat is wel... wij merken dat die vraag groter is voor die speciale categorieën. Dus die vraag waar we in het verleden waar we nee op zeiden, omdat we uiteindelijk geen circulair verwerker voor hadden, dus geen afnemer, merken we nu dat er vragen komen van inderdaad partijen die polyester kunnen recyclen. En die zijn nu aan ons aan het vragen, jongens, sorteer voor ons. Want zij willen straks die volume hebben, het volume hebben. En dat volume moet heel veel zijn om het ook een goede je business case te laten zijn. Hier op de achtergrond zie je nu een voorbeeld. Bijvoorbeeld, wij werken samen met Ducky Dons. Daar, wat we doen, is het inzamelen van dekbedden. En daar de donzen dekbedden, die worden dus weer de dons wordt helemaal schoongemaakt en wordt weer in nieuwe dekbedden verwerkt, waaronder andere Jumeco. En dat proces is heel transparant en mooi. En in eerste instantie kwam het niet uit. Dus we zijn toen met ook een partner om tafel gaan zitten. Echt een open calculatie. En dat is echt wat nodig is in die hele circulaire economie. Durf samen je cijfers te laten zien. En daarin is het was echt heel mooi om te zien van zij waren bereid om iets meer te betalen. Omdat juist dat inzamelen, sorteren, daar zitten heel veel kosten aan. Ja, en ja. Uiteindelijk merk je dat in het hele circulaire verhaal iedereen moet eraan verdienen. Het zal misschien een beetje minder zijn, maar uiteindelijk heb je daardoor een grotere impact. Ja, wat jij eigenlijk beschrijft is hoe het systeem al aan het veranderen is. Ja. Hè? Daar waar jullie eerst sorteerden voornamelijk op herdraagbaar... Ja. Hebben jullie nu ook allerlei fracties die op een andere manier verwerkt gaan worden. Ja. En dat moet helemaal doorgeredeneerd worden van hoe kun je daar dan nog als partners... Ja, een goede boterham, of in elk geval een boterham aan verdienen... om het ook in de toekomst duurzaam te maken, financieel gezien. Ja, het is echt een grote puzzel die... Die je aan het oplossen bent, hè? Gelegd moet worden en heel ketengericht denken. Dus wie in de keten is waar aan zit... Ja. Wat voor handelingen moeten verricht worden en hoe wordt dat beloond? En waar ontbreekt nog kennis? Want vooral dat sociale inclusieve is een hele belangrijke, een steeds grotere een factor die voor ons meeweegt. Die transparantie wordt steeds meer gevraagd. Dus dat zijn allemaal onderdelen die wij bij Symphony behoorlijk hoge ladder ook hebben staan. Op de R-ladder. Ja. Op de P van prioriteit ladder. Nou, dat is heel mooi, want je bent eigenlijk aan het kijken... wat kan nu al, maar ook tegelijkertijd... waar moeten we in investeren zodat het in de toekomst kan. Hè? Dus bepaalde manieren van recycling. Je noemt het chemische recycling. Brengt het materiaal weer helemaal terug tot de kern van het materiaal... waardoor je er weer allerlei hoogwaardige nieuwe dingen van kan maken. Ja. Dat staat nog redelijk in de kinderschoenen. En dat... Daar investeren jullie ook in. Dus je investeert niet alleen in wat kunnen we nu beter... maar ook in wat kunnen we in de toekomst beter. Ja. En daar is veel kennis en veel educatie ook voor nodig. En dan schakel ik over naar onze andere gast. Ja. Jos, jij bent workshop manager bij Denim City. En ik heb jullie website bestudeerd... en ik werd erg enthousiast van alles wat jullie doen... Maar ook vooral hoe jullie jonge mensen betrekken en de kennis die jullie daarvan hebben en ook overdragen. Kan je even kort vertellen?
Oh ja, over Denim City. Ja, Denim City is een clubhuis voor de denimindustrie in Amsterdam. Waar we de jongere generatie proberen bij te brengen om duurzaam om te gaan met kleding. En ze op te leiden op onze jeans school tot sustainable jeans developen. En in die lesgeving laten wij zien wat we allemaal kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld ook met Symphony gewerkt. We hebben de eerste Amsterdamse denimstof, Red Light One, met hun ontwikkeld. En daar maken we dan weer nieuwe producten van. Waarom is Amsterdam zo Denim City-achtig, zeg maar? Want dat is best wel bijzonder, denk ik. Ja, Amsterdam is wel één. Wij zeggen de hoofdstad van de denim. Dat zijn we nog lang niet, maar we zijn wel goed op weg. Ja. Maar ja, Amsterdammers weten voor elke gelegenheid een spijkerbroek te dragen. En dat is voor het schilderen van de keuken tot het bezoeken van oma. Maar we hebben er ook een voor de kerst en de favoriete verjaardagsbroek. En dat, we hebben er heel veel. En dat is echt schrikbarend. De gemiddelde Nederlander heeft er 8. Ja. En gooit er 4 per jaar weg. Ja. En ja, als je een beetje weet wat voor water er wordt gebruikt voor één spijkerbroek, dan schrik je daarvan. Minimaal 7000 liter water is nodig voor één broek. Dat vinden wij te veel. En wij zijn dus heel snel begonnen met van, laten we dan proberen met die 4 broeken die er weg gegooid worden. Laten we dat proberen om de 2 binnen te krijgen en daar iets mee te doen. Mee te doen, hè? En maken wij nu stoffen van. Maar we doen ook met heel veel mensen cursussen om je eigen broek weer te customizen tot iets nieuws. Ja, en ik hoor dat jullie ook een programma hebben in Amsterdam, waarbij je met de Stadspas tot mensen korting kregen om hun spijkerbroek te laten repareren. Dat is eigenlijk tijdens corona is die actie ingegaan. Dat mensen bij ons konden komen en bij meerdere ateliers in Amsterdam om je broek te laten repareren. Want het is, als je favoriete spijkerbroek eindelijk doorgescheurd is vanwege het vele fietsen en daar een gat zit, dat is heel mooi op te knappen. En heel mooi. En wat kregen jullie allemaal binnen? Hoeveel spijkerbroeken hebben jullie gerepareerd? Wij dachten in het begin van, dat komt echt alleen maar om een knoop aan te zetten en een rits te vervangen. Maar we kwamen echt een dame die bij ons altijd op de Tenkatermarkt loopt met haar rollator. Die kwam met een rok waar ze een keertje vast had gezeten in een wielgat. Dat wordt opgeknapt. En als je dan ziet dat mensen hun favoriete rok weer aankunnen, dat heeft geleid dat mensen met echt alles binnenkwamen. Maar ook omdat we het er een beetje leuker hebben gemaakt. Wij denken dat het cool is om iets te repareren. Ja. En vooral je spijkerbroek. En als je dat op die manier brengt en niet van, we maken je broek. Nee, het is cool om je broek te maken. En dat hebben we gedaan door cursussen te geven. We doen cursussen op de zaterdag voor mensen om hun eigen broek. Dan mogen ze het zelf doen. Dan leggen we uit hoe het moet. Ja, dat brengt het leukste dingen. En dan merk je ook in één keer dat mensen door gaan hebben dat van iets wat kapot is nog iets heel moois te maken is. Ja, want dat geeft ook een heel fijn gevoel. Ja, je bent er zelf mee bezig. Ja. En wat ik ook vaak hoor is dat de kwaliteit van de kleding zo achteruit gaat. Merken jullie dat ook bij wat binnenkomt? Ja, dat is in de jaren begint dat steeds slechter te worden. Vroeger was een spijkerbroek echt 100% van goede katoen. En tegenwoordig zitten daar mindere kwaliteiten bij. Ja. En dat klopt ook wel, want als jij een broek voor 13,95 bij de Primark zou kopen, dan kan je ook niet verwachten dat dat een hele luxe stof is. En dat gaat dan wat korter mee. Ja, en dat wij repareren ze. Ja, mooi. Dank je wel. Wat zou je nou graag nog willen veranderen als eerstvolgende stap? Nou ja, als ik dat zie in de denimindustrie, is om die voorraden veel lager te krijgen. Wij zien nu, ik heb bijvoorbeeld een student van de Jeans School, die jongen die maakt, ik hoorde net on demand, die maakt echt alleen maar, die gebruikt zijn Instagram, die post iets waar hij een monster van gemaakt heeft. En die gaat pas produceren als hij er 50 likes heeft en als hij er 10 heeft verkocht. En die maakt ook echt maar, als hij er 10 heeft verkocht, ook maar 10, niet meer en niet minder. Dus dat is een hele kleine schaal. Maar ik denk dat dat in de toekomst best verder kan gaan. En dat grote bedrijven dat ook kunnen doen. En dan hoor ik net zeggen, bedrijven zijn heel moeilijk, heel log. Ja, dat zijn ze ook. Omdat ze het gewoon niet willen. Want de profit is nog steeds het meest belangrijke. Ja. En als ze daar, en dat was net ook goed gezegd, als ze daar de verandering in komt, dan gaan we langzamerhand de goede kant op. Maar dat heeft al nog een lang weg te gaan. Ja, en toch in andere industrieën zie je het ook wel sneller gebeuren. Hè? Ja. Dan zie je dus dat er gewoon veel kleinere hoeveelheden veel specifieker worden gemaakt. Lego is volgens mij zo'n voorbeeld daarvan. Ja. Waarbij je eigenlijk ook een goed verdienmodel kan hebben, maar toch
voorkomt dat er allemaal van die voorraden zijn. Krijgen jullie bij Simpany ook wel eens van die deadstock binnen? Dat een merk zegt van, oh, ik vind het zo erg om te verbranden, maar hier is het en... Ja, doe er iets mee. Krijgen we zeker binnen, zijn we ook heel blij mee. Ja. En die afhankelijk inderdaad van waar we het, dan hebben we ook afspraken waar we mogen we het afzetten. Dat is ook heel belangrijk. En bijvoorbeeld ook bedrijfskleding, die vragen krijgen we ook heel vaak binnen. Maar daar zitten altijd restricties bij van waar het wel en niet terecht mag komen. En wij omarmen dus ook zo'n initiatieven als Hackbuy. Want dan heb je weer, als het niet opnieuw de markt ingezet mag worden... en als het een andere, een upgrading dan is het iets anders. Dan is het iets anders. En dan maakt het dus niet dan uit. Heb je weer waarde toegevoegd. Ja. En dat is, dat is heel mooi. Ja, is dan ook, denk je Francisco, dat Hackbuy ook een initiatief is wat... zeg maar de schroom van merken om die deadstock anders te benutten dan in die verbrandingsoven te gooien, om over die schroom heen te komen? Nou, ik denk dat ieder initiatief om verbranding of vernietiging te voorkomen in ieder geval het beste uitgangspunt zou moeten zijn. Ja. Dus bedrijven zijn natuurlijk bezig en ze proberen overal natuurlijk waar het kan verandering door te voeren. Maar wat inderdaad de conclusie is dat het heel lang gaat duren. Maar ja, een optie om niets te doen is er natuurlijk niet. Dus we moeten met kleine initiatieven en kleine ideeën dat laten uitgroeien tot grotere ideeën. Ja, we zijn eigenlijk een beetje aan het einde van deze uitzending gekomen. Dus als jullie één gedachte of één tip willen meegeven aan mensen, heel kort, wat zou het dan zijn? Denk na. Denk bewust na. Denk bewust. Ja. Denk na. Ik wil ontwerpers uitnodigen bij ons achter de band te gaan staan. Omdat ze dan zien van de keuze die ze maken in het begin... met wat voor materiaal je gaat werken... dat dat uiteindelijk op de band, de pilling en waar de slijtage zit... daar kan je waanzinnig veel van leren. En vooral met niet veel verschillende materialen werken. Dank. Tot slot. Ja, en herstel je kleding die stuk is, hoeft niet meteen weggegooid te worden. Daar kunnen zulke mooie dingen mee gedaan worden. Dat het weer een favoriet kledingstuk wordt. Ja, want je favoriete kledingstuk, daar voel je iets bij en dat wil je niet weggooien. Ja. Heel veel dank. Dank alle aanwezigen hier in de zaal. Dank alle kijkers thuis. En uiteraard dank alle gasten hier aan tafel. Volgende week hebben we een tweede bijeenkomst in deze tweeluik. En dan gaat het over biobased, dus de biologische materialen. Hè. We hebben het al een beetje over die mix gehad. Nou, volgende keer gaat het over wat zijn nou de natuurlijke materialen waar we mee werken. Wie contact op wil nemen over Reflow, dat kan. Stuur een e-mail aan amsterdam@reflowproject.eu. En als je de uitzending leuk hebt gevonden en misschien ook nog wat vorige uitzendingen wil terugkijken en daar een bijdrage aan wil leveren, dan mag dat. Pay-as-you-like principe. Alles beschikbaar op de website van Pakhuis De Zwijger. Nogmaals heel veel dank en hopelijk tot volgende week. APPLAUS